Hallo. Goedemorgen. Hallo. We kwamen voor een onderzoek. En uw naam is? Storm Geraerts. Oh ja, u komt voor een MRI, hè? Ja. Ja. Oké, ik heb u aangemeld. Als u daar plaats wilt nemen, dan komt een collega u zo halen. Oké, dank u wel. Dag. Dag. Goedemorgen. Hallo. Storm, denk ik. Ja? Ik ben Sandra. Hallo. Goedemiddag. Jullie komen voor de MRI. Ja, daar ben ik mee. Je mag meelopen, dan gaan we naar de MRI-kamer. Gaan we eerst even oefenen. Oké. Ja? Zo, hier is de kamer waar we gaan oefenen. Kom maar binnen. Oké. Okay. Zo, Storm, jij mag alvast even plaatsnemen. Ga ik het eerst eventjes uitleggen voordat daar het echt MRI gebeurt. Je hebt zo meteen tijdens het oefenen, maar ook tijdens de MRI, een mondstuk in de mond, een knijpel op je neus. En tijdens de MRI krijg je ook nog een soort schild op je borstkas. En de koptelefoon krijg je op, zodat je mijn instructies hoort en je precies de opdracht uit kan voeren. Je krijgt een belletje in je hand. Die mag je alleen inknijpen als het echt nodig is. Dus niet als je een vraag hebt of zo, maar echt als het nodig is. Ja? Je vader die mag erbij zijn. Je broer die moet helaas even op de gang wachten, maar je vader mag er wel bij zijn. De MRI-laborant die gaat zo meteen nog eventjes kijken of je geen dingen van metaal bij je hebt. Okay. Want die mogen niet in de MRI. Ja? Dan mag je nu op het bed gaan liggen. Dan mag je schoenen even uit hoor. Zet ik eventjes het apparaat aan. Ja, voor mij dus de klem op, mondstuk in je mond. En dan kunnen we beginnen met die eerste oefening. De eerste oefening is gewoon rustig, normaal ademen. Als ik het aan je vraag, ontspannen. Helemaal leeg blazen. Zo ver als dat je kunt. Als je niet meer verder kan, heel diep inademen. En 13 seconden je adem vasthouden. Ja? Ja. Zo. Dan krijg je voor mij eerst deze op je neus. Dan gaan we eventjes met mondstuk in je mond. Die liggen er maar helemaal mee. Ja, goed, puntje hier. Je lippen mogen gewoon mee. Heel goed. Voorlopig. Even gewoon. Zo. Dan ga je nu rustig normaal ademen. Ga ik zo meteen aan je vragen of je helemaal leeg wilt blazen. Zo ver als dat je kunt. Als je niet meer wil, dan heel diep inademen. En 13 seconden je adem vasthouden. Ja. Laatst maar eens helemaal leeg. Ga maar door. Span je buik goed aan, zo ver, zo lang als dat je kan. Heel goed. Als je niet meer verder kan, mag je heel diep in. Dieper, 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 dieper. Hou vast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Keurig. En dan mag je weer gewoon verder halen. Heel goed. Elke oefening doen we altijd een paar keer, dat is in de MRI zo meteen ook. Dus eerst weer gewoon ademen. Keurig, mag je weer helemaal leeg blazen. Blaas maar door, span je goed je buik aan, heel diep in. Dieper, 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 dieper. Hou je adem vast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Keurig, dan mag je weer doorhalen. Heel goed. Deze oefening wordt gebruikt bij inademingsfoto's, maar er zijn ook uitademingsfoto's. Dus zometeen ga ik aan jou vragen of je normaal wil ademen, heel diep in wil ademen, helemaal leeg blazen. En als je leeg bent, daar 13 seconden je adem vasthouden. Oké, adem maar heel diep in. Dieper, 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 dieper. En dan helemaal leeg blazen. Blaas maar door. Ga door. Span je buik goed aan. Hou daar je adem vast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Keurig. Mag je doorhalen. Heel goed. Zo, Storm, we hebben nu verschillende oefeningen gedaan. Dan mag die even uit de mond.
Ik denk dat je nu wel ongeveer weet wat voor oefeningen je kunt verwachten in Emily. Ja. Het komt wel voor dat sommige oefeningen herhaald moeten worden. Kom maar even zitten. Zometeen gaan we naar de MRI. Dan gaan we de oefeningen nogmaals doen. In de MRI kan het zo zijn dat ik de oefening een paar keer vraag. Okay. Dat wil niet zeggen dat je het niet goed hebt gedaan, maar dat wil zeggen dat de dokter misschien de foto's van een andere kant van je longen wil zien. Ja? Ja. De MRI maakt herrie. Op het moment dat hij foto's maakt, dan wordt het geluid nog veel sterker. Okay. Dan klinkt het alsof er een straaljager overvliegt. Ja? Okay. De opdrachten die je gaat uitvoeren, die hoor je via de koptelefoon. Yeah. Ja. Oké, dan zet ik dit neer en dan gaan we naar de MRI toe. Zo, kom maar verder. Oké. Hier is de MRI. Zo, kom maar binnen. Ja. Goedemorgen. Hallo. Jij bent Storm, hè? Ja. Ik ben Zara, de MRI-laborant. Hallo. Hallo, Zara. We gaan zo meteen naar de MRI. Daarvoor moet je eventjes je vest uitdoen. Als je iets van metaal in je zakken hebt, moet je dat hier achterlaten. En je broekriem moet ook eventjes uit. Ja? Zal ik het even aannemen? Dan geef ik het zo aan Sandra. Die spaart al die spullen. Voilà. Alsjeblieft. Ja? Verder niks van metaal? Nee, volgens mij was dat alles. Okay. Ja. Jij ook niet, Storm? Nee. Oké, nou dan gaan we naar binnen. Oké. Ja, kom maar. Zo, kom verder hoor. Oké, meneer, u mag daar eventjes plaatsnemen. Oké. Okay. Storm, je mag je schoenen nog even uitdoen. Dan mag je komen liggen op je rug. Een beetje heel teer op. Precies horen wat Sandra straks aan je vraagt. Ja? Ja? Gaat het zo? Lig je goed? Oké. Dan krijg je van mij nu de neusklep. En dan gaan we het mondstuk nog even in je mond doen. Ben je er klaar voor? Oké. Daar gaat hij dan, hè? Vasthouden zoals we dat geoefend hebben. Oké, blaas maar helemaal leeg. Ga door. Nog ietsjes verder. Keurig, nu helemaal diep in. Dieper. Keurig hou je adem vast.
Hou vast. Heel goed. Nog 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Keurig storm. Adem maar weer verder. Ja, prachtig. Goed gelukt. Ja? Ja. Kunnen we gelijk door naar de tweede? Ja, hij kan. Oké, Storm. Ik ga nu aan je vragen of je heel diep in wil ademen. Helemaal leeg wil blazen. En als je helemaal leeg geblazen bent, 13 seconden daar je adem vasthouden. Oké, adem maar diep in. Dieper, dieper, dieper. Heel goed. Nu helemaal leeg. Blaas door. Ga door. Ga door. Keurig. Hou daar vast. Hou vast. Hou vast. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Keurig, Storm. Adem maar door. Heel goed. Ja, prima. Prachtig gelukt. Alles staat erop. Nou, prima. Storm, we komen zo meteen binnenlopen, want je bent helemaal klaar. Je hebt het goed gedaan. We komen eraan. Ja. Dankjewel. Kom maar zitten, dat is goed. Gaat het goed? Ja. Oké, mag je eraf komen?